Hallo mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe fanmail. En ik heb eigenlijk weer iets bizars. Ik heb een pakketje. En ik kan schuiven. Ik ben altijd bang dat er iets kostbaars in zit als ik zo'n pakketje krijg. Dus ik doe er een beetje rustig mee. Ik doe dat altijd netjes hoor, pakketjes openmaken. Dat gaat wel makkelijker dan brieven bij mij. Oké, er zitten echt dingetjes in. Ik ga het eerste pakken. Het is een Mickey Mouse beeldje. Schattig. Oké. Kijk wat er meer zit. Er zit een brief in. En er zit nog wat in. Er zit een fanmail projecten DVD. Iemand heeft die DVD gemaakt. En een hele mooie brief. Het zijn twee brieven. Eentje met het kasteel. En volgens mij is dit het oude kasteel. Ja, dit is het oude kasteel, maar dat maakt helemaal niet uit. Dat is gewoon herinneringen, weet je wel. Ik ga de brief voorlezen, want het is behoorlijk wat, joh. Beste Vincent. Ik ben Koen en ik ben 13 jaar en ik woon in Voorschoten bij Leiden. Mijn hobby's zijn DJ, techniek en decoreren. Ik heb al eerder een mailtje gestuurd over Slender the Arrival. Ik ben ontzettend fan van jouw video's op Disney, op DaVinci Games en van Disneycraft. Ga zo door. Ik ben net als jij ook heel erg fan van pretparken. Vooral van de Efteling. Ja, wie niet? Ik heb hier nog een blaadje bij met wat verdere informatie met wat ik allemaal doe en zo. Deze liever niet op YouTube voorlezen. Oké, dus deze is voor mij en deze is... Oké, tof. Dan ga ik dit alleen voorlezen. Ik heb hier nog iets van Disney en ik heb een DVD meegestuurd en daarop staat een kleine greep uit de dingen die je ooit gemaakt hebt. Veel plezier ermee. De DVD liever niet op YouTube laten zien. Oké, nou dan ben ik heel benieuwd. Ja, sorry, het is voor mij bedoeld speciaal en... Ik kan hem helaas niet laten zien in jullie, dus ik ben heel benieuwd. En ja, bedankt voor je fanmail, Koen. Koen van Polanen. Zeg ik het goed? Polanen? Ja, dit Mickey beeldje kan je ook overal buigen en zo, hè? Ik ken deze nog wel. Die had je voor mij vroeger bij de Albert Heijn, deze. Nou, ik vind het echt super cool. Ik spaar inderdaad beeldjes, dat klopt. Volgende week hebben we weer een nieuwe fanmail. Tot dan, tot volgende week. Doei doeg!